ik zie dat jouw oma al 30 jaar vraagt om een rondweg of een oplossing en dat daar nog niks mee gebeurd is en mijn kinderen vandaag de dag op de fiets niet veilig naar school kunnen, dan kies ik voor de beste veilige oplossing en daar moet direct aan gewerkt worden. En welke is dat volgens het CDA? Wat mij betreft zijn allebei de opties mogelijk en sluit ik een rondweg niet uit. Ja, maar als je rondweg, je wilde aan de ene, maar dat vind ik dus tegenstrijdig aan elkaar. Want aan de ene kant zeg je, goede one-liner, we willen er nu wat aan doen, daar ben ik het helemaal mee eens. Maar daarom kiezen wij juist voor die praktische oplossingen. 30 km per uur hoort er ook helemaal bij. Dat is de komende maar 4 jaar. Maar als dat niet de beste oplossing blijkt, moeten we dat niet doen. Nee, maar wanneer gaat dat voor het CDA blijken? Want het is nu verkiezingstijd, inwoners willen weten waar ook het CDA staat. CVO maakt een duidelijke keuze. En ik zeg tegen het CDA, één zin nog, als ik die mag afmaken. Als je zegt dat je de korte, of dat je nu een oplossing wil, kun je wel een rondweg openhouden en zeggen, ja, misschien is dat een goede oplossing. Maar die hebben we ook niet in 10 jaar met gemak gerealiseerd. Wij willen de komende periode wat aan doen. En er hoort een oplossing bij, en dat is volgens mij geen rondweg.